Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door benjijeenmodel.nl. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat leave me. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat leave me. I just lay back and let the big beat leave me. I just lay back and let the big beat leave me. I just lay back and let the big beat leave me. I just lay back and let the big beat leave me. I just lay back and let the big beat leave me. I just lay back and let the big beat leave me. Welkom bij wederom een aflevering van Clip en Klaar. Deze week weer een hele bijzondere aflevering, want eigenlijk is deze aflevering een voorloper van een aflevering die over een paar weken plaats gaat vinden. Ik heb namelijk de zanger Marco Junger ontmoet en we gaan voor hem over een paar weken een hele mooie videoclip maken. Nou, die videoclip die we voor hem gaan maken is de videoclip van zijn debuutsingle Jij. En met dat liedje Jij is iets bijzonders aan de hand. Want dat liedje Jij, dat was er ineens, dat was een tekst geschreven door de schrijver van Eenzame Kerst van André Hazes. Die ken je nog wel, hè? Ik zit hier heel alleen, kerstfeest te vieren. En die schrijver, dat liedje, die tekst is bij mij terechtgekomen. Ik heb daar met Matthijs van de Ven mooie muziek onder kunnen maken. En nou gaat Marco die single uitbrengen. Het is allemaal bedacht door Mariska en Willem. Nou, hoe dat precies zit, dat zie je vanzelf in deze aflevering. Ik wil je er nog wel even op attenderen dat je vrienden met me kunt worden op Huis. erikdikke.huis.nl. En laten we maar gauw gaan kijken, want ik denk dat mijn verhaal al verwarrend genoeg is. Het wordt allemaal duidelijk in deze Clip en Klaar. I never worked a day in my life. Nou, mijn naam is Marco Junger. Ik ben van oorsprong spoorlegger. Ik werk bij het spoor door de week, nacht en dag. En in het weekend vind ik het leuk om te zingen. Het is een soort bijverdiensten. Het is gewoon een tweede baan. I can begin to know when, but then I know it's growing strong. Or was it the spring? Wordt het in principe door de week dag en nacht. En ook heel vaak beginnen we dan op zaterdag of zondagnacht. Nou, dat probeer ik dan te combineren met het zingen. En, tot nu toe lukt het aardig. Dan word ik gebeld door Erik of ik naar de studio wil komen. En dan van tevoren eerst natuurlijk het nummertje Rauw toegestuurd gekregen. Zodat ik de tekst een beetje kan gaan instuderen. En dan naar de studio om het helemaal op te nemen. Later worden dan de muziekstukken eronder gezet en nog een paar aanpassingen. Totdat hij helemaal naar ons zin is. Naar die van Willem, naar die van Erik en naar die van mij. En dan kan die uitgebracht worden. Nou, ik heb daar natuurlijk mijn gedachten over laten gaan. En in de trant van het liedje heb ik wel zoiets van. Nou, dat moet dan wel iets van een cel zijn. Eigenlijk, waar het begint dan. Zo begint het nummer dus ook, dat hij in de baai zit. En dan later komt hij dan toch bij zijn vrouw aankloppen. En dan vallen ze elkaar in de armen natuurlijk. En misschien iets in een cel en daarna iets in een leuke etablissement. Waar je met z'n allen staat te zingen en te dansen. Dat is leuk. Goed, bij deze dan alle vrouwen die graag mijn vrouw willen spelen. Even mailen naar erikdikke.hives.nl. Want voor de clip hebben we nog een hele mooie vrouw nodig. Ik ben maar een gewone jongen van de straat en ik ben gewoon hard aan het werk. Ik heb een mooie vrouw en twee kinderen, twee meiden. En we doen het allemaal voor de lol. Maar dit project nemen we toch wel heel serieus. Ja. Zou ik beginnen? Ik ben Willem Jacobs, ik ben directeur van 3 bedrijven. Nou ja, ik ben ten eerste al huisvrouw en moeder van 2 kinderen, vrouw van Willem en ik heb een stal met paarden. En er komen allemaal meiden rijden en doe ik allemaal met plezier. Lekker enthousiast. Nou ja, dat is ook gewoon in principe gewoon heel mijn levensmotto. Ja, een man gesproken, Erik Diekep. Want toen kwamen we eigenlijk met elkaar in gesprek. En het gesprek was eigenlijk dat ik een paar nummers had leggen. Meerdere nummers heb ik leggen, maar één nummer heb ik daarvan uitgekozen. En dat was het nummer van Jij. Ik denk gewoon van mensen, de mensen die nu gaan kijken, van luister gewoon een keer naar de nummer. En elk mens probeert zich daarin te verdiepen. En dan zal je zien wat het nummer doet. Aan gevoel, emotie, kracht.
zijn er eigenlijk weinig woorden voor nodig. Je moet het horen. Ik ben overdag vliegende kiep. Ik ren zowel van de cafetaria en keuken. Dat doe ik overdag ook naar mijn zaak doorspringen. Om de gasten in het restaurant ook te helpen. En halverwege de dag komt mijn familie erbij. En toen komt de versterking. Dan trek ik me terug naar de keuken en maak ik voorbereidingen. En ik kook iedere dag voor de gasten het eten in de keuken. En s'avonds als het heel erg druk is, dan vlieg ik weer terug naar de bar. Kleed ik me om en dan gaan we een beetje feestje bouwen en zingen. Ik dat ik jou altijd wil. Kom jij maar weer bij mij. Want ik zweef het van de daken. En dat ik jou zo graag zie. Ja, jij belde me van de week op. En je zegt, Danny, is het goed als ik vrijdag langskom met Marco. Om een nieuw nummer te presenteren in mijn zaak. Dus ik vond het wel heel erg leuk dat het hier in mijn zaak gebeurde voor het eerst. En zeker om de blik te zien van de mensen die de opdracht aan jou hebben gegeven om het nummer te laten maken. Ik was eigenlijk een beetje perplex, want ik heb de officiële brief gelezen waar het verhaal op geschreven werd. Of was, laat ik het zo zeggen. Zo kan ik erover zeggen. Ik had niet verwacht dat het zo uit zou pakken. Ik vond het eigenlijk fantastisch om het zo te horen. Ja, mijn complimenten. I never worked a day in my life. Dames en heren, u gaat nu kijken naar een live registratie van het nummertje Jij voor Willem en Mariska. I never worked a day in my life. De stilte in mijn leven, die door muren was omgeven. Ja, die leegte beleefde ik met jou alleen. Want tussen cel en wagen was de eenzaamheid te dragen. Al was ik niet zo sterk als jij, dat voelde ik meteen. De sleutel in het slot, de bonken op de ramen. Jij staat langzaam op. We zijn eindelijk weer samen. Want jij bent mijn engel in de nacht. Jij geeft me zoveel kracht, zodat ik door kan gaan. Ja, jij die met me huilt en met me lacht. Je vult de leegte in mijn hart, zodat ik niet hoef stil te staan. Bij een fout uit het verleden, zeg jij leeg. Maak je nooit meer ongedaan. En op de foto die nu hier voor me ligt, kijk jij me lachend aan. I never worked a day in my life. Nou ja, heb ik te veel gezegd? Wat een prachtig liedje. En let wel, dit was niet de videoclip van jij, dit was de live registratie. Binnenkort, over een paar weken, hier zo in dezelfde clip en klaar. Een mooie videoclip van het prachtige liedje Jij. We gaan er nog her en der wat aan schaven. We gaan het proberen nog mooier te maken en er een mooie videoclip bij te maken. We zoeken nog een dame die in de videoclip wil spelen. Als jij een dame bent en je denkt van, ik wil de vrouw van Marco spelen in de videoclip. Geef je dan op via mijn Hives, erikdikkerp.hives.nl. En word ook allemaal vervrienden met me al daar. En kijk gewoon volgende week weer. Dan is er zeker weer een clip die dan klaar zal zijn. Tot volgende week. Jij bent mijn engel in de nacht. Jij geeft me zoveel kracht. Zodat ik door kan gaan. Ja, jij die met me huilt en met me lacht. Je vult de leegte in mijn hart. Zodat ik niet hoef stil te staan. Bij een fout uit het verleden. Zeg jij leef toch in het heden. Wat gebeurd is maakt je nooit meer ongedaan. En op de foto die nu hier voor me ligt. Kijk jij me lachend aan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door benjijeenmodel.nl